Als ondernemer gebruikt of verwerkt u vrijwel altijd persoonsgegevens. Van een klant, een opdrachtgever, een collega. Verwerken is veel meer dan alleen gegevens in een bestand zetten. Het is alles wat u met persoonsgegevens kunt doen. Van verzamelen tot en met vernietigen. Maar wanneer mag u volgens de AVG nu wel en wanneer juist niet gegevens verwerken? Om dit te weten gaat u eerst na welke persoonsgegevens u verwerkt en met welk doel u dat doet. Het doel moet vanaf het begin duidelijk en heel precies zijn. Verzamel en verwerk alleen persoonsgegevens als het echt nodig is. Dus niet omdat de gegevens misschien ooit van pas komen. Behalve dit doel heeft u een zogenoemde grondslag nodig om persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent een geldige reden. U mag die redenen niet zelf bedenken. Ze staan in de AVG. Zo kan een grondslag bijvoorbeeld het uitvoeren van een overeenkomst zijn. U heeft bijvoorbeeld een webwinkel en heeft iets verkocht. Dan heeft u dus iemands adres nodig om het te versturen. En soms is iemands toestemming voor het gebruiken van zijn of haar gegevens een geldige grondslag. Het is belangrijk precies te weten met welk doel en welke grondslag uw organisatie persoonsgegevens verwerkt. De mensen van wie u de gegevens verwerkt hebben er recht op om hierover geïnformeerd te worden. Een online privacyverklaring in begrijpelijke taal is hier de meest gangbare manier voor. Die verklaring mag niet te lang en niet ingewikkeld zijn. Het moet voor uw klanten makkelijk te begrijpen zijn wat u met hun persoonsgegevens doet, zodat zij kunnen beslissen of zij hun persoonsgegevens wel of niet met u willen delen. Hulp nodig bij het opstellen van een privacyverklaring? Ga naar autoriteitpersoonsgegevens.nl.